jullie kijken naar deze bakflits video van vandaag. Ik ga vandaag een dezenbrood bakken. En in mijn vorige bakflits video zien jullie hoe ik mijn eigen dezencultuur helemaal gemaakt en opgebouwd heb. En dit wordt een van de twee resultaten. En ik hoop dat jullie genieten van deze vlog en dat je het zelf ook gaat maken. Veel kijkplezier. Ik draai hem 10 minuten in zijn langzaamste versnelling, zijn eerste versnelling. Dat doe je, want dan kan het zetmeel en het gluten kan heel veel water opnemen. Zodra je in zijn tweede versnelling gaat kneden, dus meer intensief gaat kneden, ja, dan neemt de bloem iets minder water op. Met de hand kneden kan natuurlijk ook, hè? Of met wat dan ook. Maar ja, ik ben verwend. Kijk, je ziet dat hij heel snel al in de kruim is. Normaal gesproken bij een gistdeeg doen we dan nu het zout erop, maar omdat het een dezendeeg is, ja, maakt dat met het zout niet uit. Dus doen we zout er bij het begin al bij. Zo, het deeg heeft 10 minuutjes gedraaid. Ga ik er even naar kijken. Ja, kijk, het is vrij slap, maar dat moet juist bij dezendeeg. Er moet lekker veel water op. En ja, ik geef hem nog eventjes 2-3 minuutjes, even in z'n twee, en dan is die goed. Ja, tweede versnelling. Zorgt voor een goede glutenontwikkeling. Zo, deze heeft 2 minuutjes in z'n twee gedraaid. Nu gaan we het een bulkrijs geven. Een bulkrijs van 1 à 2 uur. Even afwachten wat het doet. En de bulkrijs doe ik lekker in dit bekken. Dat is ideaal bij deze machine. Ik heb hier wat olijfolie. Dat doe ik aan mijn hand. Dan doe ik het bekken mee invetten. Al het deeg een beetje uit. Nou, we gaan het deeg een bulkrijs geven van een uur. Ik heb een klein beetje olijfolie aan mijn handen gedaan. Ik heb hier gewoon een klein kammetje staan. Doe ik even mee het bekken in smeren. Doe een klein laagje erin. Het deeg erin. En het deeg even zo normaal door de olijfolie halen. Plak je eigenlijk niet meer. Omdat ik er een hele mooie grote bol van gemaakt heb. Nu geven we het een bulkrijs. 1 à 2 uur. Het ligt een beetje aan hoe sterk mijn bezem is. Ik zet dat op een warm plekje. Met een schone theedoek eroverheen. En dan gaan we over een 1 of 2 uur. Maar net hoeveel rijst dat erin zit. Laat ik jullie zien. Gaan we hem daarna oppunten. Dus dan krijgt hij zijn puntrijs. Er zit een beetje rijs in. Maar 1,5 uur. Dus ik doe het nu op een houten plank. Ik doe het niet op mijn werkblad, want dat is heel koud. Ik koel mijn deeg te ver af. Dat was mijn hoop dat het heel makkelijk uitkwam. Dat noemen ze stretch and fold. Kijk, en je ziet. Dat ligt naar je toekomst, noemen we dat heel voorzichtig. Pak het gewoon op. Zo'n beetje zo dubbel zo, een paar keer. Dan doe ik dit met bloem, dus niet met olie. En nu laat ik het weer ongeveer 1,5 uur rijzen op de plank, ook weer op een warm plekje. Het deeg heeft weer 1,5 uur gerezen. Nu ga ik mijn rijstmandjes prepareren. Ik heb hier eigenlijk een beetje professionele rijstmandjes. Je kan ook gewoon een broodmandje pakken bijvoorbeeld met een theedoek erin. Dat gaat ook heel goed. Het mooiste is als je roggebloem hebt om een roggebloem in te zeven, maar omdat het toch wel iets is, ja, dat moet je wel hebben. Pak ik gewoon een bloem om het daarmee te laten zien dat dat ook gaat. En ik doe in het mandje eigenlijk net als dat je een bakvorm invet, doe je zo een heel dun laagje bloem met een zeefje erin.
De bakkerij pakken wij ook, hebben wel eens rijstemeel voor. Dat is helemaal fijn gemalen rijst. Nou, dit is al genoeg. Kijk, zoveel bloem was het niet. Dan gaan we mijn deeg pakken. En het is gewoon, het rijst gewoon. Het is gewoon zo mooi. Ik vind het zo leuk. Dan gaan we met precies de helft doen. En ik had, ja, dat is 900 gram per deeg. Stuk. Dus ik week het wel even af. Een beetje vast. En ik wil niet dat het dat je het optrekt. Het moet zeg maar heel blijven. Zo. Nou zie je wel dat het eigenlijk wel heel slapjes is. Zeg. Dus die is 900 gram. Deze is ook 900. Bloem erop, dan gaan we redelijk ontgassen. Vouwen we het brood in. En dan geven we het heel veel spanning, heel veel stevigheid. Dan hebben we hier de sluiting. Die leggen we zo omhoog. Dan leggen we het in het rijstmandje. Deze hetzelfde. Dit is nog wel, als je dit nog nooit gedaan hebt, is het eigenlijk al een beetje, ja, toch wel wat moeilijker. Handdoekje erover, weer op je warme plekje en ik denk dat ik het over 1 à 2 uur, over 2 uur denk ik, kan gaan bakken. We zijn al 2 uur verder en ik heb tussendoor elke keer even gekeken en ik ga het nu laten zien. En zoals je ziet, ja, is het voor mij nog niet vol genoeg. Dus ja, laat het nog maar een uurtje staan. Mijn oven staat op vol verwarmen. En dat is wel, dit is voor mij nog een onbekende decemcultuur. Dus ik weet ook nog niet zo goed hoe dat die reageert. En hoe dat die bakt. Dus dat is allemaal heel spannend met zo'n nieuw cultuurtje. Ze zijn goed genoeg gerezen, denk ik. Volgens. We hebben hier een sheetertje. En dan doen we een beetje bloem. Deze kant van het broodje even. Dan blijft hij niet op mijn sheetertje plakken. Kijk, los mooi. Dan heb ik een tomatenmesje, zoals ze dit noemen. Daar doe ik het brood mee insnijden. Nou, ik begin gewoon heel simpel. Ik begin met een ruitjesmotief. Dit kan ook met een scheermesje. Je hebt ook van die echte Franse mesjes. Je moet niet bang zijn met snijden. Dus je moet hem gewoon snijden. Nou, en dan gaan we hem inovenen. Ik heb een programmaatje aangemaakt. 270 graden kapwarmte. 240 graden vloerwarmte. En dat is niet mijn goede programma. Die moet ik hebben. Ja, dus hij is iets te warm boven. Kijk, deze mid heb ik aangemaakt. Want ik zag hij is 45 minuutjes. 250 graden, 240 graden. Zit automatisch stoom op. Nou is hij wel iets te warm boven. En onder helemaal. Maar dat maakt niet zoveel uit. Want dat... Dat kan wel. Op het schietertje doe ik hem op de stenen ovenvloer. Kijk, ook mooi los. Heel voorzichtig. Netjes uitgaan. De volgende. Doe ik even zo even wat sneller. Die geef ik gewoon alleen één streep. Zo en onder het velletje. En dan hoop ik, zoals ze dat noemen, dat er een mooi oor aan bakt. Dan scheurt die mooi open. En die doen we er ook in. Oven dicht, druk ik op start. En dan gaat het automatisch, je hoort het ook, stoom in, dus vocht. En dat zorgt dat
de verkorsting van het brood uitgesteld wordt. Dus daardoor gaat het brood nog in de oven nog rijzen, want je hebt allemaal die kleine gasbelletjes zitten in dat brood. En dat wordt warm, dus dat zuurstof en dat vocht, en dat gaat allemaal uitzetten. Ja, en dan wordt dat brood mooi groot. Je ziet hem alleen maar scheuren nu. Ja, hij begint al. Ik doe even de lamp uit en we beginnen weer spiegel in. Ik kan nog een beetje bijstoken. Dat ik zie dat ik nog iets te weinig heb. Dus dan kan ik een half dingetje stoken. Ja, je hoort het water lopen. Mijn bekken gaat. Mooi, ja. Het is goed. Kijk, een oor, wat ik zei. Dat is een mini oor. Het is geen mooi oor. Hè, als je dan echt een mooi oor hebt, is dat helemaal mooi in halsteren. Lukt ons dan met ons decembrood. Maar ja, daar hebben we het proces helemaal onder controle. Werken we met de koelcel en dat duurt een brood 24 uur. Had ik ook kunnen doen, hè. Ik had ook het maar één brood niet af kunnen bakken. Dat morgen. Dus dan zet je het mandje onder plastic afgedekt in de koelkast. Ik wil ze gewoon allebei vandaag afbakken. Heel leuk. Het is gewoon puur natuur. Jullie hebben het allemaal gezien. Er zit wel een haartje hier van mijn mandje. Ik ben begonnen met water- en stoofpeertjes. Roggebloem, roggemeel, tarwebloem. Dat rijstmiddeltje toegevoegd aan een kilo bloem. Met water en zout. En we hebben echt brood. Mooi. Echt heel leuk. Een oven. Kan uit. En ik ga mijn brood even op een rekje zetten. Hier een rekje. Want dan kan het lekker aan de onderkant luchten en aan de bovenkant. We hebben in de bakkerij waar daar van die houten rekken voor. En dan eten wij vanavond. Eten wij deze brood. Lekker met allemaal salades. Als hij goed afgekoeld is, zometeen zal ik er even eentje doorsnijden. Wij eten vanavond lekker brood met salade. Ik ga nou mijn brood doorsnijden. Ik ben heel benieuwd hoe de structuur is. Die snijden we al hier lekker door. Hij is nog warm. Laat het mes het werk doen, zeg ik altijd. Ja, het is echt een hele mooie decimstructuur. Ja, het is hartstikke mooi. Ik word hier helemaal gelukkig van. Ik hoop, als jullie het na gaan maken, dat het jullie ook zo goed lukt. Zeker de eerste keer. Het is niet heel makkelijk. Maar je hebt wel echt heel veel waardering dat je gewoon met niks start gewoon. Maak van niks, maak je gewoon een heel smakelijk en gezond brood. Ik zou wel adviseren, start om te beginnen met een wit decem. Dat is zeker makkelijker dan een volkoren decem. Je ook een tarwe decem kunnen maken, dan pak je half volkoren meel en half tarwebloem. En dan heb